vind jij van de sportsactiviteiten hier in de wijk? Ja, vind ik wel leuk. Je kan hier altijd wel gewoon eventjes een bal trappen of gaan basketballen. Vroeger waren er 2 voetbalclubs in deze wijk. Nu is mijn voetbalclub is verhuisd naar ietsjes verder weg. Nu moet ik iets langer fietsen. Dat vind ik wel jammer op zich, maar ze moesten uitbreiden. Dus ja, ik snap wel waarom ze verhuisd zijn. Volgens mij zijn er niet veel activiteiten hier. Ja, dat valt best mee. Je hebt 1 zwembad en je hebt 1 sportclub. Maar je hebt bijvoorbeeld, tenminste voor zover ik weet, heb je geen basketbalclub of zo. Of hockey, hè? Nou, ik vind het wel genoeg hoor. Nou, bij de Ark is wel alles in 1 gebouw. Dat is wel handig. Veel voetbalclubs in de buurt. Ja. Daar heb je bovenaan heb je nog Trekvogels. En verder heb je nog Orion. Je hebt tennisverenigingen. Je hebt ook nog hockeyvereniging. Ja. En paardrijvereniging. Ik vind wel dat je wel veel kan doen. Want je hebt hier ook sportzaal. Die Ark van Oost. Je kan voetballen bij Rode Buurt. Heb je zelf bij een sportsvereniging hier in de wijk? Nee, niet meer. Voetbal doe ik wel. En verder doe ik... Ja, ik deed ook aan zwemmen. Maar vond ik niet zo leuk. Ja. Oké, welke is dat? Trekvogels. Bij Orion, SV Orion. Ik zit op Orion. Ik voetbal heel veel, maar is meer bij mijn club in de buurt. Ik voetbal zelf bij Orion. In de wijk zijn niet heel veel sporters, wel een beetje, maar mijn eigen voetbalclub bijvoorbeeld staat niet in de wijk en dat vind ik wel jammer. Boks en voetbal. Voetballen. Ja. Waar doe jij voetballen dan? Bij Trekvogels. Je hebt hier bijvoorbeeld niet echt een vechtsportschool of een sportschool in de buurt, dus je moet meteen richting de stad. Waar doe jij vechtsport hier in de buurt? Boksen. Hier in de buurt? Nee, hier niet. In Wimskwartier. Wimskwartier. Zou je willen dat het dichterbij zit? Dat ze hier ook vechtsport hebben in de buurt? Ja, want anders moet ik heen en weer en dat is best wel ver. Ga je wel eens naar het Ark van Oost? Nu niet meer, maar vroeger wel. Wat heb je daar gedaan vroeger? Vroeger gewoon sporten met school. Oh ja, daar is natuurlijk ook heel veel sport. Dat hoort er ook bij, ja. Zit bij je daar wel eens? Vooral voor sportdagen. En mijn zusje die volleybalt daar. Dus als zij moet volleyballen, kom ik soms kijken. Met gym. Gingen we daar in de winter gingen we daar binnen. Ark van Oost, dan op de basisschool heel vaak heb ik daar sport gehad en ook met voetbal en voetbaltoernooitjes. Ik ben Jesse, ik woon op de Hengstelseweg en ik sta bij tafeltennis Nijmegen. En het is een open dag, dus kom maar mee. Hoe lang speel je al tafeltennis? Ik speel nu 5 jaar tafeltennis. Oké. En je speelt bij TN dus? Ja, 4 jaar lang bij TN. Oké. Wat vind je zo leuk aan tafeltennis? Ik weet niet. Ik vind het een sport die niet veel mensen doen. Dus dat is weer wat specifiekers. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik weet niet precies waarom. Wat maakt TN zo leuk dan? Het is de trainingen. Daar heb je hele goede trainers. En de sfeer eromheen gewoon met de mensen die samen met mij trainen is gewoon leuk en gezellig. Wat ga je dan vandaag op de TN Open doen? Ik ga vandaag een demonstratie geven in de hoop dat het mensen aantrekt. Dus. Ja, leuk. Wat heb je allemaal bereikt met de tafeltennis? Ik ben 2 keer Nederlands kampioen geworden met enkel. Bij de Welpen 2 en bij tweedejaars pupillen. En ik ben 2 keer Nederlands kampioen geworden bij de dubbel. En met tafeltennis ga ik ook naar internationale toernooien. En ik heb dit jaar bereikt dat ik in juli mag ik naar de EEK in Italië.